Nederland 2, u kijkt naar de Tros. Hallo België en Nederland, een hele goede avond allemaal en hartelijk welkom bij de makers van de Tros. Nou, ik hoop dat u lekker zit, want de komende 3,5 uur zult u zich niet vervelen. Staatsloten erbij, want om 9:30 begint Tros Actua Geld. En meer over de inhoud daarvan hoort u nu van Wim Bosboom. Vanavond in Tros Actua Geld een onderzoek naar waar u straks het beste uw geld kunt wisselen voor de vakantie. Veilingmeester Jan-Pieter Glerum neemt u vanavond mee naar een veiling van bakkelieten gebruiksartikelen. Artikelen die u waarschijnlijk in de loop der jaren in de vuilnisbak heeft gegooid. Kranten, weekbladen, beleggingstijdschriften en zelfs tegenwoordig 06-nummers geven steeds vaker beleggingsadviezen. Wat zijn die waard? Straks daarover meer. En we trekken natuurlijk ook weer de hoofdprijzen in de staatsloterij. Ook vanavond maken we iemand blij met 500.000 gulden. Trouwens, we trekken ook weer een extra getal waarmee twee bezitters van staatsloten kans maken ieder 500.000 gulden te mogen beleggen op de Amsterdamse effectenbeurs. En vanavond zien we dan ook hoe de eerste twee kandidaten het ervan hebben afgebracht. Tros Actua Geld, omstreeks 9:30. Tot dan. Na Tros Actua Geld om 9:50 een speelfilm, want zoals u weet is april filmmaand bij de Tros. Vanavond is dat Dress to Kill met in de hoofdrollen Michael Caine en Angie Dickinson. Zo, maar we gaan nu eerst beginnen met het tweede deel van de miniserie De Aanslag. Gemaakt van de film van Fons Rademakers naar het gelijknamige boek van Harry Mulisch. Nou, het eerste deel hebben we uitgezonden vorige week dinsdag. En als u dat nou gemist heeft, dan is er niks aan de hand, want we beginnen met een korte terugblik. Weet u dat de Tros veel sympathie heeft voor organisaties zoals Dierenbescherming, Wereld Natuurfonds? Ik denk dat ze dat al lang weten. Je hebt gelijk. Dus mensen, hoeveel mensen kijken niet naar dierenmanieren? Tros TV, zo Tros Actua, Kijk TV, Kieskeurig. Ja, je hoeft ze heus niet allemaal op te noemen, maar wilt u dat wij nog meer doen? Kom bij de Tros. Even bellen. Een jaarabonnement kost 54,40. Als u nu belt, ontvangt u Tros Kompas voor 2 tientjes tot 1 januari 1990. 020-802-802. Aprilmaand, Tros Filmmaand. 6 Weeks. Patrick Dalton stelt zich verkiesbaar voor het Amerikaans congres. Op weg naar een wervingsfeest ontmoet hij Nikki, een 12-jarig meisje. Na enige aarzeling besluiten Nikki en haar moeder Patrick te steunen. Dan ontdekt Dalton dat Nikki ongeneeslijk ziek is en hij besluit haar nog 6 onvergetelijke weken te bezorgen. 6 Weeks, aanstaande vrijdag met Dudley Moore en Mary Tyler Moore. De volgende 40 minuten zijn voor Tros Actua Geld. En daarin ziet u natuurlijk het slaan van de munt met het hoofd van een trosmaker erop. En de trekking, de derde trekking van de staatsloterij, dus wie weet. U kunt in elk geval rustig kijken, want na Tros Actua Geld herhalen we de winnende nummers.